Hoi allemaal, goedemiddag en zo. En ja, 10 jaar YouTube. Yay! Feestje! Ik zou het toeter eigenlijk hebben, maar die ben ik helemaal vergeten op de kanalen. Oeps, mijn fout. In ieder geval, wat de bedoeling is van deze video. Ik wil heel eventjes een kleine update geven over hoe dat ik nu eigenlijk een beetje alles wil gaan gooien. Ten eerste, er komt een 10 jaar special van mijn favoriete video's die ik zelf heb. Dus heb je zelf thuis suggesties voor wat jouw favoriete video is van 10 jaar YouTube? Laat het even weten in de reacties. Dat zou heel erg fijn zijn. En voordat je begint te typen, hashtag Tomo als je naar TomoFair wil. Dat vertel ik dadelijk even wat meer over. Maar mocht je alvast willen typen, dan mag dat nu alvast. Anyway, ik heb het heel erg druk met evenementen gehad de laatste tijd. En ook met mijn werk en alles. En daar zijn de meeste van jullie eigenlijk van op de hoogte. Dus ik heb nu een paar dagen om eindelijk volledig me te gaan focussen op editen. Dus wat ik van plan ben is sowieso op donderdag wil ik een hardcore part 3 uploaden. Dus ik ga me eigenlijk helemaal in de naad werken. Ik ga me helemaal uit de naad werken om... In ieder geval om dus die video neer te zetten. Dat is heel erg belangrijk. Vandaag komt er nog een abonnee video. Morgen wil ik een abonnee video neerzetten. Want abonnee dat is 3 daags. Plus een videootje van Weerwolven van Wakkerdam. Dus ik hoop dat jullie daar een beetje naar uit zitten te kijken. En zoals ik al zei, hashtag Tomo in de comment. Ik ga in deze video, gewoon deze update video. Jullie kijken deze update video, dus ik heb het waarom ook niet. Als je hashtag Tomo in je comment neer gaat zetten, dan heb je dus kans op een van de 3 gratis Tomo tickets die ik in deze video weg ga geven. Tomo Fair zou gehouden worden op 1 oktober in Nijmegen. Dankjewel Skype Fluit. Nou ja, eigenlijk horen jullie dat niet, maar ik hoor het wel. Maar ja, dat wordt 1 oktober, ja eigenlijk 31 of 30 september. In ieder geval zaterdag op zondag en voor zondag kan ik dus een gratis kaart geven. Dus wil je kans maken op zo'n kaart, hashtag Tomo in je comment. Niet een single comment van hashtag Tomo, want ja, serieus, zet het gewoon in je comment. Dat is makkelijker. Alleen een hashtag en verder niks. Dat, ja, komt gewoon, dat wordt bijna ook niet opgepakt. Dus ja, Paper Mario en de 1000 door, daar wil ik ook zeker mee verder gaan. Dus daar ga ik proberen zo snel mogelijk weer een opnamesessie van te maken, zodat ik daar ook weer van kan editen. Het probleem is gewoon van, ja, ik moet echt vinden wanneer kan ik opnemen, wanneer niet. Ik heb nou zoveel evenementen achter elkaar gehad. Ik heb Tomo Party gehad, ik heb Castlefest heb ik gehad. Ik heb, Comic Con, daar kwam ik gisteren vandaan. Nou, natuurlijk abonnee, de video die er aan zit te komen. Even kijken, Elvia die is nog geweest, maar dat is alweer heel erg lang geleden. Dus waarom noem ik die op? In ieder geval, ik heb heel erg veel, evenementen gehad. En ik heb enorm veel ook nog te editen en natuurlijk, ja, ik werk ook ondertussen bijna fulltime. Zover als dat mijn werk me nou indeelt. Dus heel erg druk, maar dat mag natuurlijk niet de pret beduiden. Ik besta 10 jaar op YouTube dankzij jullie support en daar wil ik jullie dus enorm voor bedanken. En we gaan ook zeker verder. Ik ga er heel erg veel tijd en moeite in steken om zoveel mogelijk video's natuurlijk naar buiten te krijgen. En maak je geen zorgen, die 10 jaar video, die komt. Die 10 jaar, dus wat jouw favoriete video is, laat het weten. Misschien kan ik dat in mijn top 10 gooien. Want ik wil echt een top 10 van mijn favoriete YouTube video's die ik zelf gemaakt heb. Of waar ik echt trots op ben, die wil ik echt gaan maken. Maar ja, helaas is hij dus niet op 3 september de echte datum uitgekomen. Er is wel iets speciaals gekomen, maar dat kan ik nou niet echt laten zien. Want dat zou een spoiler zijn voor de video waarin dat het komt. Dus die kan ik nou nog helaas niet laten zien. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor 10 jaar support. We gaan zeker nog verder. De update video, deze dus. Mocht je vragen hierover hebben, kun je dan natuurlijk kwijt in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, want dat roep ik ook al 10 jaar. En natuurlijk, laat een like achter als je daar de tijd voor hebt voor de update. En mocht er iets nog niet duidelijk zijn, dan hoor ik ze graag. Dus ja, ik ga gauw aan het editen beginnen. En jullie zien zo dadelijk een videootje van abonnee verschijnen. Deel 1 of dag 1 of hoe dat ik het ook ga noemen. Dus ja. Bedankt voor het kijken naar deze update. En zo. Doei! Die gaat nooit veranderen, want die willen jullie graag. En als ik hem verander, dan krijg ik heel veel boze gezichten. Dus daarom blijft het gewoon de doei! En niet het doei!